In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn er binnen 5 uur 3 verkeersdoden geregistreerd. 2 in Kommerwijnen en 1 in Ikeri. Bij het ongeval in Kommerwijnen overleden een man en een vrouw ter plekke na een frontale botsing tussen 2 voertuigen op de Oost-Westverbinding ter hoogte van Tamansari. De aanrijding deed zich iets na middernacht voor. 3 personen werden per ambulance naar de spoedeisende hulp van het AZP afgevoerd. Aan de Fredericiweg in Ikeri heeft zich vanochtend een frontale botsing voorgedaan tussen een auto en een bromfiets. De bromfietser stierf ter plekke. Regiocommandant Vijay Kumar Udit bevestigt dat de bestuurder van het voertuig vermoedelijk de veroorzaker is en onder invloed van alcohol verkeerde. Hij kwam met zijn voertuig op de rijhelft van de bromfietser met de aanrijding als gevolg. De man die in het bezit is van een geldig rijbewijs is afgevoerd ter ontnuchtering en voorgeleiding. Udit betreurt het ten zeerste dat personen ondanks voorlichting toch onder invloed van alcohol achter het stuur plaatsnemen. Met de dood van deze 3 personen is de verkeersbarometer gestegen naar 29. Deze informatie is ontleend aan De Ware Tijd Online. Yeah.